Met Illustrator hebben we een complete website ontwikkeld. En daarvoor is het goed om te kijken naar de menulagen en hoe de site is opgebouwd. We hebben hier een heel aantal zaken die ontworpen zijn. En we hebben bijvoorbeeld ontworpen een formulier, maar ook een Engels formulier. En we hebben ontworpen een strook vanuit Photoshop. Als ik dat uitzoom, die hier dus de hele openbare bibliotheek laat zien. En eigenlijk zit die dus voor een achtergrond. En dan kan, daarvoor zit een achtergrond en die strook moet er straks langs schuiven. Maar niet alleen de openbare bibliotheek, ook de wandeling is een hele grote strook. En ook het BIM-huis. En we hebben ook dus iets ontworpen als een homepagina. Maar die homepagina, daar zoom ik even op in. Appeltje 0, dat is een volledige. In die homepagina zitten bijvoorbeeld ook weer meerdere lagen. En die meerdere lagen kunnen bijvoorbeeld een Engelse tekst bevatten. Een Engelse tekst. Zoals deze. En een Nederlandse tekst. Zoals deze. En zo is het ook met de knoppen. De knoppen die zijn gemaakt in de Nederlandse taal en ook in de Engelse taal. En voor die laatste knop gaan we eventjes deze reeks opendraaien. En we zien hier een heleboel paden en stukken knoppen die in feite bij elkaar horen. We zouden hier dus bijvoorbeeld van de home knop het pad kunnen aanwijzen. Dus het oranje vlakje wat je hier ziet. We hebben dus de gewone weergave en we hebben een rollover weergave die je ietsje witter ziet. En deze drie samen kunnen worden samengenomen als ik ze selecteer door op deze rondjes in Flash met de Shift toets ingedrukt de selectie zo uit te breiden. Kan ik deze groeperen, appeltje G, en deze groep bijvoorbeeld Home knop noemen. Oké. We gaan ook eventjes kijken naar de teksten die we hier staan. We hebben hier zo On Foot als tekst. En we hebben hier Nieuw Amsterdam als tekst. En die twee kunnen ook hier worden gegroepeerd. Dan moet ik ze wel eventjes samen selecteren. Dus even appeltje zet. Appeltje zet. Even deze twee samen selecteren. En met appeltje G kan ik ze dus weer tot één groep doen. En hier bijvoorbeeld de titel. Maar dat gaat ook straks een knop worden. Dus ik ga die titel ga ik dan even dupliceren. En ik noem deze titel de titel rollover. En ik ga er even op inzoomen. En deze titel moet dan dus voor de rollover wat donkerder worden. Ik ga de gewone titel even uitzetten. En ik zit hier dus met de titel rollover. En ik kan hier dus die on foot selecteren. Met het selectiegereedschap. Probeer ik daar dus in te komen. Tekstgereedschap. En ik selecteer deze tekst. En in plaats van deze grijze kleur kies ik dan een sprankelend witte kleur. Voor de rollover versie. Zo kan het ook gaan met de andere. Het andere deel. Ook hier die Amsterdam. Van lichtgrijs over naar sprankelend wit. En deze selectie. Ook van lichtgrijs naar sprankelend wit. En op die manier zijn we dus klaar met de in de knoppen Engels. En die kan weer naar het totaal toe gaan. Met het voorbereiden voor het maken van de website. We kiezen eventjes voor de Nederlandstalige knoppen dus. We gaan deze titel ook aanzetten.
En we maken de Engelse knoppen onzichtbaar. Zo op deze manier. En we maken de Nederlandse knoppen zichtbaar. We slaan de Illustrator bestand op en we gaan zo over naar Flash Catalyst om de interactie van die website te maken. Alle onderdelen van de vormgeving zijn nu klaar. En we gaan ons richten op Flash Catalyst.